dan ben ik dus direct na mijn afstuderen langs de studiegroep Mens en Ruimte in het vakgebied terechtgekomen. Mm-hmm. En met de gewestplannen begonnen. Het gewestplan Antwerpen, ja. Voornamelijk. Even terug naar die, ja. Naar die vroege tijd. Ja. Dus u voelde van jongs af aan al dat u er ook heen terecht zou komen, of hebt u er ooit aan getwijfeld? Of, Ik heb wel, dat interesseerde mij wel sterk, hè, de ja. manier waarop dat men met de ruimte omging. Mm-hmm. Ik was het ook niet altijd eens met datgene wat gebeurde, ja. Natuurlijk. Het werd zeer incrementeel gedaan, hè, dus het was nu is een stuk daar, dan een stuk daar. Er stond totaal geen plan aan de basis. Plannen voor gemeenten aan de basis van het begin van de verkavelingen. Alhoewel de eerste fase van die verkavelingen, die sloten nog aan bij kernen. Zoals hier bijvoorbeeld in Martsel. Dat waren eigenlijk gronden die zeer dicht bij de kernen lagen. En dat is geen echte verrommeling op dat ogenblik. Die is later gekomen. Mm-hmm. Die is na de wet van 62 gekomen. Op het ogenblik dat dat verkavelen een wettelijk instrument werd, mm-hmm. en dat men overal kon gaan verkavelen, mm-hmm. Voordat dan de gewestplannen bestonden. Mm-hmm. Dan is de verandering eigenlijk gebeurd vanaf 62 en voornamelijk als men met de uitzonderingsmaatregelen van de gewestplannen ging werken. Maar bestond er voordien nog werkelijk niks aan planologie? Nee, niks buiten natuurlijk. Om bijvoorbeeld de vooroorlogse planologie bestond toch, met de tuinwijken en de... Dat waren allemaal projecten. We hebben een eerste wet gehad op de stedenbouw en de ruimtelijke ordening in 1915. Waar dat dus de gemeente de opdracht kregen voor de wederopbouw, plannen van aanleg te maken. Maar er zijn zeer weinige gemeenten die daar gebruik van gemaakt hebben. Mm-hmm. Dus gemeenten hadden dat niet en op het hoger niveau helemaal niet, bestond het helemaal niet. Enkele gemeenten hadden plannen van aanleg, maar dat waren totale uitzonderingen. Mm-hmm. Dus dat werd dus gedaan, naar gelang gronden vrijkwamen. Ja. En dat werd, de motor daarachter was, waren de promotoren. Hè? Ja.